Hey kijkers van de Zavondkraft, dit is de eerste Mytopia die ik in 3-4 dagen weer opneem. Ik heb alles natuurlijk voor de gathering in een grote batch geüpload en ja, je voelt het waarschijnlijk al aankomen. Ik ben nog steeds best wel heel erg brak van de hele gathering. Ik ben 3 dagen lang ziek geweest, ook tijdens de gathering ben ik dat. Dus ik hoop dat ik de mensen die ik een knuffel heb gegeven niet aangestoken heb met hoofdpijn en dergelijke wat ik allemaal had. Ik ben aangevallen door mijn kat. Daarvoor komt nog een video op Dus David Games, want dat was best wel een grappig verhaal eerlijk gezegd, die ik even met jullie wil delen. Maar voordat ik allemaal heel erg zielig ga doen, weet je wat, ik ga even zielig doen. Oh, ik ben zo zielig, doe een like als je wil dat ik morgen nog steeds opneem. Zonder grappen, doe even een like, vind ik leuk. Abonneer even op DDC natuurlijk. Vandaag gaan we gewoon lekker verder. Ik klink een beetje verkouden. Ik kan soms misschien niet zo heel erg energiek zijn als normaal gesproken. Wel heb ik mijn Mammoth Snor shirt aan. Super uniek, want die is niet meer te krijgen volgens mij. En ik ga het met jullie vandaag hebben over hoeveel wapens er in de game zitten. Want daar kreeg ik een vraag over. Mensen zeiden, David, weten politie, FBI, leger, die hebben allemaal wapens, allemaal leuk. Maar hoe zit het nou met onder andere de gunshop? Hoeveel pistolen zijn er nou uit? Nou, voordat ik naar buiten stap, in het grote, gevaarlijke Wilde Westen, wat Gredel heet. Er zijn in totaal 9 pistolen in de game. Die zijn niet van staff, die zijn van spelers. Die zijn gekocht in Wastelands. En 7 zijn gekocht in Wastelands en 2 zijn gejat van de politie en die zijn spoorloos. Technisch gezien kunnen we ze natuurlijk opzoeken als server zijnde. Hè? Wij kunnen makkelijk inventories checken, we kunnen alle kisten in één klap checken. Dat gaan we natuurlijk niet doen. We weten heus wel waar ze zijn, maar als server doen wij van, oh nee, we weten niet waar ze zijn. Waarom? Want dat is natuurlijk de roleplay van mensen. Hè? Dat is een beetje raar zijn als jij een wapen hebt, eindelijk na maanden spelen en in één keer vissen we hem uit je kist of uit je infancy. Van, hey! Dat niet. We gaan ook niet extra op die mensen letten. Het is helemaal aan hun. Maar, zoals jullie weten, hebben wij ook de Greycoin Shop. En er is geen reclame voor de Greycoin Shop, want het is bijna allemaal uitverkocht. Ik hoef geen eens reclame te maken. Het loopt super hard. Je kan op de Minecraft Shop shoppen. Dus davidgames.nl kun je zogenaamde Greycoins halen. Dat kan dan hier. En kijk even hoe ontzettend uitverkocht het is. Nee. Dat is mijn reactie. Zwart is uitverkocht. Hier is nog een beetje van. Alles wat er niet meer hangt, is uitverkocht. Alle van deze dingen. Holy shit. Het gaat echt super snel. Maar wat is er ook? Er zijn ook knuppels. En die ga ik even. Nee. Ik blijf gewoon steeds nee zeggen. Ik weet niet wat die wil. Ik weet niet wat die vraagt. Ik zeg gewoon standaard nee. Er zijn dus hier ook meerdere wapens te kopen. Meerdere. Ja, 20 stuks. 20 keer greystokken. Hoeveel zouden erin zitten, denken jullie? Wat denken jullie? Als je kijkt hoeveel kleding verkocht is. Een Greycoin, een Greystock is voor mij 15 coins. Best duur. Best duur. Gaan we. Even kijken. 14. Er zijn momenteel 14 spelers die een stok hebben als deze. En dat is gewoon eentje. Daar kun je mee mappen. Daar kun je mee slaan. Ze doen het tegen spelers. Makkelijk voor winkeleigenaren en dergelijke. Zijn ze illegaal? Ja. Dus 14. 14 plus 9. Dat zijn in totaal 23. Ik moest even nadenken. Verschrikkelijk. 23 wapens die momenteel in de game zitten. Die op elk moment. Dus stel je voor, we lopen gewoon hier naar boven. Gewoon zo gezellig. Lekker door de stad. En in één keer word je compleet in elkaar getrapt. Dat is dus mogelijk. Dat kan. Dat is oprecht een dingetje. Nou, laten we maar lekker daar zitten. I don't give a shit. Ik rijd gewoon lekker weg met mijn fitheid 81. Nice. Nou, heb ik vitamines gehad of zo. Oh ja, de F5-shop is weg, zoals je ziet hier. Het is er niet meer. Die stond hier ongeveer. Nu is het een kanaal met een brug. De Maxbrug heet het volgens mij. Heeft het al een naam? Even kijken. Oh, ik kan het net niet zien. Shit. Even kijken of we het vanaf hier kunnen zien. Staat er nou een naambordje op of niet? Ik kan het niet zien. Ik weet niet wat er staat. Nou, maakt in principe ook niet zo heel veel uit. Het is voor mij de Maxbrug. En ja, één dik groot feest natuurlijk. Maar je kan hier dus elk moment een klap krijgen. Dat is eigenlijk een beetje wat ik wou vertellen. Het aantal wapens ligt op 23 in spelershand. Dat is best veel als je erover nadenkt. Als die met z'n allen zouden samenwerken, dan heeft het politiekorps geen kans. Nou, hier heb je dan nog meer boten. Dus ik heb een soort van trend gezet. Er ligt een marina. Voor mij is dit een Nagi Swemmy. En hier ligt een of andere houten vlot. En hier zitten allemaal mensen die schijnbaar hier heel veel te doen hebben. Wat doen jullie hier? Ga wat maken van je Mytopia leven. In plaats van mij te volgen. Oh, mensen moeten echt roleplay uitgelegd worden. Ze snappen het niet. Ze blijven maar durpen. Maar de mooiste boot natuurlijk ligt hier. Dat moet gezegd worden.
En ik denk trouwens, het is een klein beetje een... De eigenaar vind ik niet leuk als ik het doe, hè, maar ik doe het toch wel. Heb ik nog meer eten? Shit, nee, ik moet eten kopen. Oké, het wordt een langere aflevering. Ik moet nog even eten kopen. En dan, en als we dat gedaan hebben, dan laat ik de rest zien. Er is namelijk, please zeg maar dat het eten is. Hier is helemaal geen eten. Waar kan ik vreten kopen? Hier? Nee. Hier? Nee. Waar kun je eten? Hier. Nee, die is dicht. Ah, die hebben waarschijnlijk niet aan de KVK gehouden. Ja, eten. Oh, die is dicht. Oh my god. Ik hou geen hart over op deze manier. We rennen gewoon helemaal naar voren. En dan gaan we even kijken of we er eten kunnen halen. Want er is namelijk een plek waarvan ik denk dat als er een wapen zou zijn, dan zou dat daar zijn. En ik zal ook zo meteen uitleggen waarom. Een soort van, nee, is die toko ook al afgesloten? Jongens, betaal je belastingen. Please. Hou je aan de KVK. Please. Want je wordt gewoon afgesloten. Echt waar. Het gebeurt. Je ziet het. Overal. Nou, die is dicht. Deze is dicht. Coolboy 309. Nee. Nee, ik heb geen tijd voor je. Nee. Echt niet. Geen tijd. Ga gewoon verder. Deze is ook dicht. Alles is dicht. Het is wat? Het is 12 uur 's middags. Het zou gewoon open moeten zijn. Benkie Slager. Plotinfo. Mag ik wat eten kopen, Jim? Jongens, wat is er hier? Nee, nee, ik wil je vreten niet. Nee, ik wil het kopen. Waar moet ik in de rij dan? Ik ga gewoon hier staan. Haha! Tadaa! Mag ik een stack van je dure eten? En daarmee zeg ik niet dat je eten duur is, maar gewoon dat ik het duurste wil. Het duursta. Het duursta, zeg ik ook echt. Maakt me niet uit wat. Ja. Rabbit is prima. De rest is op. Ja, dat is slim. Oh my god, je ziet hem vanaf hier al. Het ding is zo huge, je ziet hem vanaf hier. Nee, ik ben niet aan het opnemen, dus je kan gewoon verder spelen. Doei. Zo, je krijgt die. Dat is ook goed, hè? Wow. Please, mag ik geld? Jezus! Ik dacht dat Cutraxia de grootste smeders, noem je dat? Bedelaars had, maar dit is echt... Oh my god, please dude. Please, don't act like a fool. Sommige mensen zijn echt zo weird. Hey, de deur gaat, de bel gaat. Rafé! Oh, sorry. Gaat al. Sorry. Ja, kom op met het eten. Ik... hoef geen wissel... Nou ja, oké, laat maar. Hij geeft het nou toch al. Nou moet ik het ook wel aannemen. Ja, en dan mijn eten. Go, go, go. Ja, doe al dat geld op, boeit me niet. Come on. Ja, en, oh, daar is mijn eten. Thanks. Nou, dat is mooi. En nou allemaal aan de kant. Goed zo, daar gaan we dan. Wat ik jullie wil laten zien... Dat zit hier verderop. En je hebt het waarschijnlijk al gezien. Er is een boot die oprecht groter is dan mijn boot. Dat is de La Marina van voor mij 4 miljoen euro. Zoals je ziet. En ik denk, kijken naar welke spelers dit zijn. Er zijn een stuk of 4 of 5 of zo die dit gekocht hebben. Ik denk oprecht dat hier misschien zo'n stok zou... Please, ga even weg of zo. Echt waar. Zo irritant. Ik denk oprecht dat hier misschien een wapen zou kunnen liggen. Misschien heb jij er ook wel een. Terwijl je nu gaat kijken dat je denkt, ha sukkel, jij denkt dat daar is David, dat is niet zo. Dus als jij zelf eentje hebt, zet het vooral in de reacties. Niemand gaat je raar aankijken. En zonder grappen, ik moet weer een beetje inkomen. Wacht, zal ik de volgende aflevering over laten gaan. Misschien heb jij wel een leuke suggestie of een leuk idee. Laat het maar weten. Ik heb al meerdere dingen gedaan. Actie, uitleg, van alles nog wat. Oké, dat is echt zo irritant, ouwe. Just MP, geen baan aanbieden. Please, jongens. En ik zie jullie graag de volgende keer weer. Vergeet niet even die like achter te laten en te abonneren. En ja, ik ga weer even verder uitzieken. Doeg!